Goedemorgen en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Het is vandaag een zaterdag en het is nu rond 9:50. Ik ga me zo klaarmaken, want vandaag heb ik een superleuke dag. Ik ga namelijk zo meteen naar Rotterdam toe met Quinn en dan gaan we naar eerst een workshop van Monica Geuze in Witte Lidstraat. En dan daarna gaan we naar Guess en Chloe van Jordy Shore. Oh mijn god, ik ga ze gewoon zien in het echt. Ik zie er heel erg blabberd uit. Mooi kleurtje nog, grapje. Nee, in de vlog van gisteren hebben jullie kunnen zien dat we wat goodies hebben gehad. Waaronder deze hele leuke. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. Powerbank, en die had ik echt nodig. Want morgen ga ik naar de MTV IMA's. Waar ik onwijs veel zin in heb. En moet ik wel even een leuk, ervaren, goede powerbank hebben om mijn telefoon even op te laden. Dus dat. Ik ga me dus nu omkleden. Ik spreek jullie zo weer. Daar moet ik vast echt mee kappen. Met ik zie jullie zo weer. Want ik zie jullie zo weer. Zit de front bro. Ja, yeah, I'm young, so. it is my career. So yeah, it's just. It wasn't there before. So no one. It was not like, what do you want to be when you grow up? It's not, I wanted to do things on social media because it didn't exist. It just happened. It just happened. Yeah. It just happened. Probably for you as well, right? Yeah. Okay. Yeah. This is, this question, this is something people forget because you guys are your own boss, but you're also a brand. You need to protect your brand. And I can imagine that could be quite hard, right? Because you're like famous, your brand, your own boss. Do you enjoy it? Yes, and how does it, of course, and how does it feel to be your own boss? Is it like the best thing in the world? I think it's the best thing in the world because I don't like getting up early, and now I can decide every morning by myself how late I'm going to wake up. Yeah. It gets a little intense once you start working a lot though, because yes, you are your own boss, but essentially business is intertwined, you know what I mean? Like you can't make money without being aligned with other people no matter what you do. And so clients will require you to have a certain post state. And there's like not a single day, not a single minute that I'm not doing something. And sometimes it does get overwhelming. So we hebben dus net een workshop gehad van Monica Geus en twee andere social influencers. En we gaan nu naar de volgende, volgende workshop. Die is van Guess en Chloe van Jordy Shore. En ik ben met Ruby. Ga je naar de camera? Hey. En ik ben met Rotte. En hoe vonden jullie het net? Ja, echt super leuk. Alleen ik zat echt van, ik kan geen Engels. Such a massive show, like how have your lives changed? Oh, so much, like
before the show, like, I literally had, me and my mum had no money, like, I couldn't even afford to go to college, like, now I can afford, I can treat my mum, I can pay for my car, I'm literally bored of it now, and everything's just totally changed, so it's just so, it's changed my whole life. To me, it's not like we're not on a show. To me, it's just like we'll go out with our mates and we get filmed. Do you know what I mean? It's just like, that's literally all it is. So everyone's like, oh, George shows people. Like, it's like, it's not, we're just literally normal people who just get filmed and get smashed. Do you feel like celebrities? Have you got a talent? Like, if you're a singer, I do. I've got talent. What's your talent? I skate. I'm talented. I mean, we're not like, if you're a singer, I can sing. Can you sing or something? Nah, I don't think I should. No, you don't get jealous. I see. Yeah, I've actually got a pair of skates if you want. Now, can you tell us something about the show that we might not know? We get, I think it's every 4 days, we get a down date, so that's our date to just chill, order Chinese, and watch movies. We're actually all relaxed and calm on that day. That's one of my favourite things. We don't get any, we haven't got a phone, there's no internet or TV, no newspapers or magazines, or nothing. So you literally on Twitter and Instagram, like you are cut off anything. So I don't think people think it's on the phones or whatever. It's like you're in prison. Yeah. Travis prison. But you have to get very fun prison. Lily, so you do PR for these guys. Yeah. You're the boss. Yeah. Talk to me about your every life in the day of Billy. Like how what's a normal working day for you? I mean, every day is completely different. These guys are like a full-time job. So we do all the PR for all of MTV shows, so obviously we've been doing the PR for the EMAs, the movie awards, the VMAs, and all the programs, like we launched Team When We Came last week, we've got Catfish, X on the Beach, and then obviously Geordie Shore. So with these guys, we work with them really closely the whole time that the show is on air. But then also we work with them when they're naughty, which I'm sure you can all imagine quite a lot. Every day. I've worked with Gary since season one, so I've known him from the beginning. And the thing is that he's like a real family vibe and culture, so we're just kind of one big family, which is really, really nice. I eat my vlog. Hi everyone, guys, check it out. We zijn dus nu in Ahoy, nog steeds met Ruby, Sylvana, Lotte, Sophie en... Sandy. Dat dus. Ja. We staan hier voor het boord. Geweldige boord van MTV. En we zijn als eerste binnen, maar het is morgen pas. Like, oh my god. Ruby, op de schaal van 1-10, hoe blij ben je nu op dit moment? Dat je niet op binnen bent. Weg. Ja, we gaan zo slapen, dus let's go, we gaan. Oké, ik ben dus alweer thuis. We liggen in bed. Sylvana ligt daar. En ze leest een hele oude hit op de raam. Van toen we bij de Tipi Hawaii opnames waren. Bij Hitkrant Studio. En we stonden bij Ahoy voor Jan Poep. Want we hebben geen Shawn Madness gezien. En ook geen BB Ree. En ook geen... had ik een Shawn Madness gezegd? Ja. Ook niet, Jack. En ook niet, ook geen Afrojack. Ook die niet, ook die niet, ook die niet. Ook geen Martin Garrix. Ook niet, ook niet, Maar hey, morgen ga ik met, hoe heet het, chick ook weer die op z'n dit is aan Martin Garrix en Lil Kleine. Monica Kruis. Nee. Die geobsedeerd is, die naar elke concert gaat. Weet ik niet. Ook voor Ronnie. Weet ik niet.
Nou, dus zo'n vriendin en dan gaan we morgen naar Amsterdam met z'n tweeën en dan gaan we hun opzoeken. Hey. Niet dat ze er zijn, want ze zijn allemaal bij Ahoy. Ja, maar niet zo vroeg. Oh nee, dat is waar. Oké, bye, Felicia. Nou, zoals je kan zien, lig ik weer in bed. Het is wel wat laat op de avond. Ik ga zo lekker slapen. Morgen IMW. Super veel zin in. Ik ga daar niet veel met mijn vlogcamera. Maar ik probeer zoveel mogelijk beelden te schieten met mijn telefoon. En dan spreek ik jullie morgen weer. En dankjewel voor het kijken. Doe dikke maar een duim omhoog. Vergeet niet te abonneren hieronder. En dan zie ik jullie morgen weer bij een nieuwe vlog. Doeg!